Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe les. Een les waarin we eindelijk die Lego-robot die we in de vorige les hebben gemaakt, de Educar, gaan programmeren. Geen getreuzel, we gaan direct beginnen. Je ziet hier dat ik de software voor Mindstorm heb geopend. Heb je die software nog niet ergens geïnstalleerd, zorg dan dat je dat eerst doet voor je verder gaat met dit filmpje. Het is de Mindstorms software voor de Lego Inventor robot, ook wel bekend als de 51515 robot. Heb je die software? Dan gaan we door. Hier onderin staat een knopje met code en dat hebben we nodig om te programmeren. Dus ik klik erop. Je ziet hier rechtsboven dat er een groen lampje draait bij deze afbeelding. Dit is een mini-afbeelding van de hub, de computer eigenlijk, die op de robot zelf zit en waar alles wordt aangestuurd. En die staat bij mij op groen. Dat betekent dat ik een Bluetooth-verbinding heb gemaakt met die robot. Dat is het eerste wat je moet doen voor je verder kunt. Heb je nog geen Bluetooth-verbinding, klik hier dan op en volg de stappen die daar worden aangeraden om dat wel voor elkaar te krijgen. Eerste vereiste, de robot moet in elk geval aanstaan. Ik heb hem aanstaan en je ziet hier boven nu ook hoe ik daar een camera op heb gezet. Zodat alles wat ik hier doe en wat ik uitprobeer, dat zal de camera ook opnemen. Dus laten we beginnen. Het eerste, ik ga jullie twee dingen leren vandaag. Hoe krijgen we die robot vooruit en achteruit? En hoe krijgen we die heffer op en neer? En het zijn twee verschillende dingen. Je zou zeggen, waarom twee verschillende dingen? Het zijn toch gewoon drie exact dezelfde motoren. Dat heb je vast gezien toen je hem in elkaar zette. En dat klopt, maar dat komt omdat deze software het je makkelijk wil maken. Bijna elke robot die rijdt. En rijden doe je met minimaal twee wielen. Dus dat is een uitgangspunt waar ze ook codeblokken voor hebben gemaakt. Hier zie je codeblokken. Hier zie je een geel codeblok. Deze heb je altijd nodig. Wanneer het programma wordt gestart, dan doet hij alles wat daaronder staat op volgorde van boven naar beneden. Het zijn puzzels. Ik kan bijvoorbeeld het puzzelstukje hier eraan hangen. En ook op een kleine afstand, als ik het loslaat, dan is het als een magneetje, gaat hij tegenaan. Ben ik iets te ver weg, dan staat hij los. Dan doet hij hem ook niet. Als ik het programma uitvoer en hij is niet aangesloten op die gele, op deze manier of daar dan weer aan of zo. Als het niet is aangesloten, doet hij het niet. Dat even vooraf. Hier is de startknop. Als ik daarop druk, wordt deze code, alles wat hier aan hangt, wordt gestart op de robot via de Bluetooth. Als je dat snapt, dan ben je klaar om te beginnen. Als je het niet snapt, draai het er nog maar een paar keer af in dit filmpje. Hoe gaan we bewegen? Nou daarvoor, we hebben heel veel knoppen. Maar we kunnen ook sneller naar een bepaald onderdeel, een bepaalde kleur. Het onderdeel beweging hierboven, poef, die moeten we hebben. En hoe werkt het dan? Nou, ik zei al, hij helpt je. Maar de computer weet niet automatisch uit zichzelf welke van mijn drie motoren nou bij de wielen horen. Want één motor hoort ergens anders bij. Ik pak dit blokje. Er staat op beweging motoren instellen. Vanaf daarmee vertel ik aan de software welke twee motoren bij beweging horen. Welke twee motoren dus bij de wielen horen. Nou, hier staat A plus B. Als ik erop klik, dan zie je dat hier een simpele weergave van de hub, de computer op de robot staat. En daar staan ook de A, B, C, D, E, F letters die ook op de hub staan en waar dus ook de motoren op zijn aangesloten. Je kunt hier zien dat er in elk geval drie motoren zijn aangesloten. De A, de B en de C. Want daar staat ook een wit randje omheen. D, E en F hebben een grijs randje. En dit klopt, dit zijn de drie die ik heb aangesloten. Dat hoef ik hem niet te vertellen. Dankzij die Bluetooth-verbinding helemaal rechtsboven hier in mijn beeld heeft die verbinding met mijn robot. En de robot zegt, hey, er zijn drie kabeltjes in mijn slots gestoken. En wel in slot A, in slot B en in slot C. Maar welke motoren moet ik hebben? Nou weet ik dat die goed staat, A en B. Maar als dat niet goed staat, dan zou ik dat kunnen uittesten. Ik kan bijvoorbeeld zeggen C. Je ziet ook dat hij nu A en B uitzet. Hij zegt van, oh, dit was niet goed, prima. Ik kan niet meer dan twee motoren selecteren. Doe bijvoorbeeld C en B.
dan zie je het hier ook aangepast. Nou, dat wil ik ook niet. Ik wil A en B. Je ziet het hierboven ook steeds verschijnen. A en B, dat zijn mijn wielmotoren, mijn bewegingsmotoren. Ben ik tevreden, klik ik gewoon even buiten dit roze vakje en het is klaar. Ik heb nu, zodra het programma begint, is het eerste wat ik hem vertel, wat hij doet van boven naar beneden wat er staat, altijd. Je moet de motoren bewegen instellen op A en B. Dus als ik zeg bewegen, dan heb ik het over die twee motoren. Dat weet mijn programma nu. Dus nu kan ik met bewegen beginnen. Ik ga dit blokje pakken. Beweeg rechtdoor. Daar kan ik ook wat anders van maken trouwens. Hoor. Dit bijvoorbeeld. Dan kan ik hem ook laten sturen. Maar zover zijn wij nog niet. Dus weet je wat, ik maak het even simpeler. Even een voorproefje van een volgende keer. Ik pak deze, is ook bewegen, maar alleen met een pijltje. Die is wat makkelijker. Ik kan op het pijltje klikken en dan kan ik verschillende opties kiezen. Wil ik hem naar links laten draaien of naar rechts? Wil ik hem vooruit of achteruit laten rijden? Dit zijn hele simpele dingen. Minder precies, maar soms ook wel handig. In dit geval wil ik mijn robot vooruit laten rijden. En hoe ver dan? Nou, dan heb je meerdere mogelijkheden. Ik kan zeggen 10 centimeter. Ik kan dit getal ook veranderen. 1 centimeter. Als ik het wil, laat ik hem 1 centimeter vooruit draaien. Maar persoonlijk hou ik er wel van om van rotaties gebruik te maken. En wat bedoel ik met rotaties? Nou, even een afbeelding. Je ziet hier een afbeelding van mijn robot. En je ziet dat ik op het wiel zo'n dingetje heb gedaan. Zo'n heel klein onderdeeltje. Je kunt ook andere onderdelen gebruiken die je zo in het wiel kunt pluggen. Waarom doe ik dat? Omdat ik dan heel makkelijk, als ik het wiel roteer, kan ik precies zien wanneer ik één rotatie heb gehad. Want ik volg gewoon dat, in mijn geval, witte dingetje wat ik erop heb staan. Dat wordt nog handig als je dit programma uiteindelijk moet maken. Want dan kun je heel precies kijken hoe ver je hem vooruit wilt laten rijden. Rotaties. Stel nou, ik wil mijn robot één rotatie vooruit laten rijden. En daarna wil ik hem ook weer één rotatie achteruit laten rijden. Dus ik gebruik hetzelfde blokje. Ik zet die weer op 1. En ik zet die ook op rotaties. Eens kijken wat er nou gebeurt. Ik druk hier op start en als het goed is, daar gaat hij. Nou, mooi hè. Je ziet hier dat er een dingetje rondloopt rondom het programma. Dat betekent dat het programma nog steeds loopt. Ja, maar denk je misschien, wij hebben alles al gedaan en de robot doet ook niks meer. Hoe loopt dat programma nog? Nou, dat is toch zo. Ik moet op stop drukken hier om echt uit te zetten en om uiteindelijk ook weer een volgende programmaatje te kunnen starten. Dat vind ik niet handig. Ik geef hier naar bediening en daar staat onderaan staat stoppen. Ik vind het zelf heel handig om dat blokje te gebruiken, zodat ik niet elke keer weer op stop moet drukken. Stoppen alle. Nou, er zijn ook mogelijkheden. Elke keer als je er zo'n pijltje bij ziet staan, heb je mogelijkheden. Dat zie je hier, dat zie je hier, dat zie je hier. Dus ik klik erop en ik kies voor en programma afsluiten. Stoppen en programma afsluiten. Klaar. Ik start het programma nog een keer. Kijk eens maar. Het verschil zit niet in wat de robot doet, maar in wat het programma doet. Kijk maar. Vooruit en achteruit. En hij schakelt zichzelf weer uit. Perfect, ik kan in principe direct weer op play drukken. Scheelt mijn werk. Nou, vind ik dit wel goed en vind ik dit wel mooi, maar ik wil toch even wat zeggen. Die snelheid. Hij kan snel. Kijk maar eens, ik pak dit blokje, snelheid van beweging instellen. En die verplaats ik even daar naartoe. Want ik wil de snelheid van de beweging instellen voordat hij vooruit en achteruit gaat. Als ik die nu eens op 100% zet, dan gaat hij zo snel die kan. Kijk maar eens wat er dan gebeurt. Dat is snel. Dat is snel. Ik kan op zich nog wel wat extremer doen. Dat ik hier nog eens 10 van maak. Dat ik hier 10 van maak. Dan zie je het nog beter. Kijk maar. Maar zie je ook hoe hij schokt als hij dan tot stilstand komt?
Vaak moet je bij missies met zo'n Lego-robot moet je heel precies zijn. Daarom wil ik je aanraden om dit blokje altijd te gebruiken in je code, maar om dan te zetten op 35% of iets wat daar in de buurt zit. Dat is een redelijke snelheid waarbij die niet heel schokkend tot stilstand komt en waarmee je iets preciezer kunt rijden met die robot. En je zult ontdekken dat precies rijden met die robot niet vanzelfsprekend is. Dat is lastig en lukt ook vaak gewoon niet. Ligt niet aan jou, ligt simpelweg aan de ongelijkheid van de vloer of vuiltjes op het wiel en daar kun je heel lastig wat tegen doen. Dan heb ik om 35%, ik druk op start. Dit is een stuk preciezer en daar ging hem om. Goed, nu weet je hoe je vooruit moet rijden en hoe je achteruit moet rijden. Ik ga even een stapje verder. Ik laat één blokje staan omdat ik je nog wat wil laten zien. Je kunt blokjes kwijtraken en weghalen door ze, je zag het mij al doen, ze te slepen gewoon in deze balk met knoppen. Dan blijft hij even op de achtergrond blijft hij nog staan, maar na een vrij kort poosje dan verdwijnt hij en is hij gewoon in één keer weg. Zo kun je dus blokjes kwijtraken. Helemaal, je ziet dat die bovenste verdwenen is. Een andere manier is om in te drukken en dan op een Windows computer op delete te drukken. En als je Mac hebt op de F1-knop en de Backspace-knop. En dan gaat die ook weg. Dat even. Ik laat mijn stopknop staan, die vind ik handig. Nog een ander ding wat je ook even moet weten. Als ik een knop heb die ik vaker wil gebruiken. Ik had bijvoorbeeld nu deze. Beweeg rechtdoor gedurende een rotatie. En als ik het nog een keer wil hebben, dan kan ik die pakken en hem weer aanpassen. Want ze zijn nu niet meer gelijk. Ik kan ook deze pakken er even een keer op klikken en hem dan kopiëren en plakken. Of rechtermuisknop erop en klikken op kopie maken. En dan heb ik er ineens twee die precies hetzelfde doen. Hoef ik hem alleen nog maar op achteruit te zetten. Bijvoorbeeld. Dat je dat even weet hoe dat werkt. We hebben nog een ding te doen. Want voor de missie van vandaag heb je ook de heffer nodig. Dat ding op de voorkant, weet je nog, wat omhoog en naar beneden gaat. Ik heb je in de vorige les al gewaarschuwd dat je erom moet denken dat dat ding geen volledige rotatie kan doen. Hij kan maar zo ver naar beneden en maar zo ver naar boven. Nou heb ik hem zo ver mogelijk naar beneden gezet toen ik hem daar neerzette. En ik heb al even wat uitgeprobeerd. Want als ik deze wil besturen, dan moet ik niet naar beweging. Want mijn beweging was voor de wielen, weet je nog? Dan gaan we naar de motoren. We hebben nog één losse motor aan. Die zit op C, als je het nog weet. A en B waren de wielen. En op C zit die heffermotor. Nou, hoe werkt dat dan? Nou, de makkelijkste manier is deze bovenste knop laten lopen gedurende zoveel rotaties. En welke kant moet je op? Vooruit of achteruit? Omhoog of naar beneden? Het is maar hoe je het zegt. Even een paar dingen. Je ziet hier weer wat pijltjes staan. En je weet dat als je op een pijltje klikt, dan kun je wat doen. Hier staat een A. Maar de motor van onze heffer zit niet aangesloten op A. Op A zit een wiel. Op B zit een wiel. Op C zit onze motor. Dus dat moet je wel elke keer goed instellen. En dan moet je bij elk nieuw blokje weer goed naar kijken. Want dat doet hij niet automatisch. De software weet niet wat jij wil. Misschien is het jouw bedoeling om alleen het linkerwiel te laten lopen. En moet je hem daarom op A zetten. Weet ik veel. Weet de software veel. Jij moet duidelijk zijn. In dit geval motor C, want daar zit de heffer op. Die laten we lopen. Gedurende, nou niet één rotatie. Ik heb ontdekt dat 0,5, ja je kunt ook met halfjes en kwarten werken, geen komma's, punten. Wij zouden in ons Nederlandse schrift zeggen 0,5, maar in het Amerikaanse schrift is het 0,5 en zo zit het ook in de software. Dus 0,5 rotaties. En we gaan het dus even testen. Oh, en programma afsluiten, eraan vastmaken, anders doet hij dat niet. Play, kijken wat er gebeurt. Heel mooi. Meer dan 0,5 kun je met deze robot ook echt niet doen. Wil ik hem de andere kant laten opdraaien, druk ik op deze middelste en kies ik die. En dan gaat hij weer terug. Kijk maar. Zo doe je dat.
Ook hier is de snelheid een dingetje. Hij gaat wel heel snel en is daardoor minder precies en kan zelfs de hele robot laten verschuiven door de schok van het stilstaan. Dus ook hier zou ik zeggen, pak er zo'n blokje voor. Zorg ervoor dat hij op de juiste mode staat. En stel die snelheid in. Niet op 75%, daar staat hij nu op, blijkbaar. Maar ook hier, doe hem op 35 of zo, of iets daar in de buurt. Is hij wat rustiger. Kijk maar. Zag je wat er gebeurde? Ik maakte een fout. Ik liet hem de verkeerde kant op draaien en het programma stopte direct. Dus bam, afgelopen. Hij moest die kant op draaien. Hij heeft de stof weer ook afgesloten zelfs. Hij wilde ook echt niet meer verder vanaf dat moment. Dat is een belangrijke les. Jij moet dus geen dingen vragen van de robot die hij niet kan. Als het goed is, doet hij het nu prima. Dit is het idee. Dit zijn de skills die je nodig hebt om de robot in basis te besturen. Je weet hoe je hem vooruit kunt laten rijden, achteruit kunt laten rijden. En je weet hoe je de heffer omhoog en naar beneden kunt krijgen. En als je het niet weet, kijk gewoon nog even wat andere stukjes van dit filmpje terug. Maar je krijgt vanaf nu bij bijna elke les ook een missie van me mee. Dat betekent dat je iets moet doen wat je moet kunnen met behulp van de dingen die je in deze les hebt geleerd en de lessen hiervoor misschien. En je mag pas verder met de volgende les als je die missie hebt gehaald. Ik zeg erbij, de robot rijdt niet altijd even precies. Dat is niet jullie schuld. Dat kan frustrerend zijn. Als het zo ongeveer goed is, zo ongeveer hetzelfde als wat ik laat zien, dan mag je dat goed rekenen. Laat het wel even goedkeuren door je meester of juf. Oké. Ik heb een programmaatje gemaakt. En kijk maar eens even wat het programmaatje doet. Je ziet dat ik met tape wat dingen op de grond heb gemaakt. Ik heb een rechthoek gemaakt waar de robot in begint. Dat doe ik heel vaak, dat is de basis. Dat doe ik omdat de Lego League, waar deze robots vaak voor worden gebruikt, ook altijd begint vanuit een basis. Daar mag je de robot neerzetten en daarna moet hij allemaal dingen doen. En heel vaak moet hij ook terugkeren naar de basis. Dat vraag ik dit keer dus niet van je. Maar ik wil wel graag dat hij begint in de basis, gewoon een rechthoek van tape. En dat hij dan steeds een streepje voor een stuk tape voorbij rijdt. Even groet, handje omhoog, handje naar beneden. En dan de volgende, handje omhoog, handje naar beneden. En de laatste, handje omhoog, handje naar beneden. Dat is alles. Dat zou je moeten kunnen met behulp van wat we nu hebben behandeld in dit filmpje. De tape, daar wil ik nog even dit van zeggen. Ik heb gewoon een schilderstape gebruikt. En er zijn heel wat verschillende kleuren. Kijk, ik heb deze gebruikt om dit op de grond te maken. En deze kun je ook gebruiken, blauwe, dus valt me ook wel roze en misschien wel gele en weet ik wat nog meer. Die zijn wel verschillend. De hoeveelheid plakkracht verschilt per kleur. En zorg er wel voor dat je niet een te sterke plakkracht hebt, want het zou ook je vloer kunnen vernielen of er heel lastig af kunnen gaan. Hou daar rekening mee, overleg het wederom even met je meester of juf. Goed. Ik laat het hierbij. Ik wens je heel veel succes bij het maken van deze missie. En dan zie ik je daarna graag weer in het volgende filmpje. Succes!